Chapter 11. Spreken is zilver. Part 1. Jij en jou. Onze held vindt een belangrijk stuk papier. Het brengt hem en de vrouw dichter bij elkaar. Er stond een adres op het papier. We keken er niet naar. We keken naar elkaar. Neem me niet kwalijk, zei ze. Natuurlijk niet, zei ik. Haar hand lag nog altijd op de mijne. Je moet je tegen me zeggen, zei ze. Ik? Jij? Tegen jou? Vroeg ik. Oké, ik noem me niet meer u. Neemt ons niet kwalijk, meneer, mevrouw. Het is de kelner. Hij verontschuldigt zich. De elektriciteit was kapot, zegt hij nog. Ik kijk hem aan. Hij buigt en stapt weg. Dan vraag ik haar. Voel je al wat beter? Ja, zegt ze. Jawel, het gaat wel. Ik vraag me af wie zulke dingen doet, zegt ze nog. Heb jij een idee? Dat heb ik wel, maar ik vertel het hier niet, zeg ik. Als zij hier nog zijn, dan hang ik het liever niet aan hun neus. Ze knikt. Ken je ze dan? Vraagt ze. Ik leg mijn vinger op mijn lippen. Spreken is zilver. Zwijgen is goud. Part 2. Prietpraat. De vriendin van onze held was haar handen een beetje. Het lijkt erop dat Jan seksistische prietpraat verkoopt, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Ik telefoneer even naar huis, zegt ze, om ze te vertellen dat ik later kom. Jij en ik moeten nog wat praten vanmiddag, maar eerst ga ik even mijn handen wassen. Ze staat op en stapt weg. Jullie vrouwen toch, denk ik. Elke keer als er iets gebeurt, gaan jullie jullie gezicht schilderen, alsof dat alles weer goed maakt. En vaak hebben jullie nog gelijk ook. Mannen roken wat, of drinken wat, of alle twee, alsof dat alles weer goed maakt. Ik neem het papier tussen mijn vingers en lees het adres. Het is geen Nederlands adres. Het is de naam van een dorp in Vlaanderen, dicht bij Antwerpen. Het dorp heet Schilde. Er gaat mijn licht op. Part 3. Van de andere kant bekeken. Beste mensen van de redactie. In dit hoofdstuk verkoopt onze held, ik vind hem helemaal geen held, misschien geen seksistische prietpraat, maar in de rest van het boek zeker wel. De tekst zit vol pseudo-macho grapjes die ik helemaal niet grappig vind. En ik heb heus wel gevoel voor humor, al zijn er mensen, wat zeg ik, mannen, die beweren van niet. En vol negatieve voorbeelden voor vrouwen. Het is gewoon beschamend. Zeker als jonge vrouwen, wat zeg ik, gewoon vrouwen, op die manier Nederlands moeten leren. Want Nederland was altijd een van de meest progressieve landen in de vrouwenbeweging. En dan krijgen we zoiets. Natuurlijk drinkt Jan Raap wat en of rookt hij wat, maar dat is geen excuus. Zo zijn de pseudo-macho-mannen nu eenmaal stoer en dom. En als er iets misgaat, grijpen ze naar de fles, of een pijp, of alle twee. Aan een vrouw hulp vragen? Nee hoor, wat dacht je wel? Sorry, wat zeg ik, het spijt me helemaal niet. Dit moest me even van het hart. Truus Mierksema, vrouwengroep De Veluwe.